Heeft hij die loopt, dus er kunnen twee dingen gebeuren. Het OM seponeert, dus dan stopt het in principe. Nou, dan kan je er nog steeds gewoon een procedure starten waardoor het wel gaat gebeuren. Of het OM gaat wel over tot strafvervolging. En dan kunnen ze, wat hij nu heeft gedaan, ik hoef op dit moment ook verder niks te doen. Ik heb vandaag ook een aantal advocaten en juristen gesproken. Ik hoef op dit moment even niks te doen. Dan kan wat hij nu heeft gezegd, kan gevoegd worden bij mijn eerdere aangifte. Waar ik op hoop, zodat het ook politiek... sterker wordt, want dit deel is het juridische deel, is dat de Kamer, een groot deel van de Kamer en hopelijk ook het kabinet zegt, we doen met je mee. Want er is een kans dat als dit voor de rechter komt, dat hij niet wordt veroordeeld. Dus het is ook belangrijk dat het voor de rechter komt om te zien hoe onze wetten ons voldoende beschermen tegen dit soort uitspraken, provocaties.